iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ik deed de intro na. En als je dat niet door had. Hey, leuk dat je kijkt. Ik zal vast even het geld uitgeven. Denk je, Rick, hoe kom je in één keer aan deze gigantische hoeveelheden valuta? Ik heb even die gauw die money generate super mega glitch truc gedaan. Ik ben geen hacker. Ik heb het gewoon eventjes gedaan, omdat ja, anders dan konden we deze video grotendeels bezig met bloemetjes verzamelen. En bloemetjes verzamelen is gewoon bokken. Bokken. Bokken saai. Ik heb ambities om, zeg maar, de hele droomwereld deze video te doen. Gaan we waarschijnlijk niet lukken. Zoals jullie weten, ik was in de XO gameplay 1 uur bezig met de hele droomwereld clearen. Ik denk dat ik het nu in een half uurtje kan doen. Maar dat is dan maar de vraag. Oké, we gaan lekker beginnen. Voor de rest, no worries about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. I said don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Weet je waar dat nummer me aan doet denken? Nou, aan de zanger natuurlijk. Maar dat is Free Little Birds, toch? Van Bob Marley. Als het goed is wel, denk ik. Ik denk dat het Bob Marley is. Dat nummer zit ook in Shark Tale, weet je, die film. En ik heb ook een Shark Tale Gamecube game, die echt gigantisch kut is. Dus ja, daar deed me eigenlijk een beetje aan denken. I said don't worry about a thing. Oké, wacht, ik ga er langzaam komen. Ik moet daar namelijk even heen, want daar is een spateltje te halen bij die gekke plankton. Tadaa. Daar zo, en dan geef ik meteen lekker al mijn zuurverdiende geld uit. Yay, daar heb ik net heel veel moeite voor gedaan, zodat ik deze spatel kan halen. Nee hoor, plankton, dat valt best wel mee. Zo moeilijk is het helemaal niet. In my sleep. Spin faster than a horny. Het is echt gewoon een geile kikker. Oh nee, een geile pad op een draai. Hoe heet het kermisattractie ook weer? Draaimolen. Maar en Planton zegt, waarom kan ik nooit normale dromen over wereldoverheersing? Kijk, dat is een goede vraag, Planton. Zeer poëtisch en mooi. Zeer poëtisch. Waarom kan ik niet normaal dromen over wereldoverheersing? Ja, dat weet je, dat raakt mij ook, weet je. Je laat zien hoe jammer de samenleving soms kan zijn. En druk op, hoppa! Wow! Ik ging over de kop! Ik ging over de kop en ik ging er bijna weer. Tot nog een keer. Oké, nu ga ik niet snel genoeg wel. Oh! Wacht, misschien lukt het me. Nee, dat gaat me niet lukken. Ik mag gewoon even gauw tegen deze robots vechten voordat er nog meer worden. Weet je, het zijn er al fucking veel. Wow, ze maken elkaar dood. Han, what the... Oh, dat ze gaan tegen al die explosieve blokken aan. Oké, tof. Oké, die is dood in ieder geval. Er worden geen nieuwe robots meer aangemaakt, om het op die manier te zeggen. Ik moet even niet overal van afglijden en dan gaat het ongeveer wel goed. Oh nee, niet, dat is niet de bedoeling, Sandy. Daar is het niet voor. Die blokken zijn handig. Oké, welkom, robotvrienden. Dankjewel dat jullie tijd hadden voor de robotvergadering over wie de coolste robot is. Ik ben zelf geen robot, dus daarom ben ik president. Jullie zullen allemaal naar mij moeten luisteren. Oh, dat was hem al. Ik ben goed. Ik ben super. Ik ben super goed. Dat is best grappig. Ik ben goed, ik ben super. Wacht, even lachen. En nou die spatel pakken. Ik neem geen schade. Wow, kijk mij. Ik ben magisch. Ik ben magisch. Nee, ik ben best wel magisch. En als je me niet gelooft, kijk dan deze video maar terug. En dan zeg je verdorie, Rick. Je bent zo magisch als een mug. Geen idee waarom muggen magisch zouden moeten kunnen zijn. Maar het is gewoon zo, weet je. Ik maak de regels van de magie niet. Die maak je in je hoofd. Ik vind, ja, als je zo kijkt, dan denk je, hé, het is best wel een grote baan. Hoe de fuck ga ik ooit het einde van de baan vinden? Meestal moet je gewoon een beetje wat aankutten en dan kom je er wel. Dat is de tip van de dag. Kut wat aan en je komt er wel. Sommige bochtjes zijn wel een beetje pikant. Scherp. Gekruid. Lekker gekruid. Het gaat weer nergens over. Oké, ik denk dat ik wel de goede kant op ga. Oeh, misschien dat ik... Oh, ik zie... Oh, wacht eens eventjes. Ik ga naar plaatsen. Komt-ie. Alleen, het is irritant. Je hoort de coole tekstmuziek en tegelijkertijd hoor je de hele irritante vliegjes op de achtergrond. Ja, die hoor je dan door elkaar heen. Dat is helemaal niet fijn. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nu weer bij het begin van de baan uitkom. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat gaat wel goed. We gaan wel naar plaatsen toe. Oeh, een sok. Oeh. En ja, je moet als goed als deze kant op. Hier is ook een checkpoint. Ja. En nu komen de koeien die met vlaaien gooien. Waarom koeien met vlaaien gooien? Dat vraag ik me ook wel eens af eigenlijk. Ik heb opeens een kerstliedje in mijn hoofd. Die denkt in één keer dat ik iets ga zeggen over koeien met die vlaaien gooien. Nee, kerstliedjes. He knows when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oeh,
Oh, he's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out if you're naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Ik wil eigenlijk even die sok, jongens. Hey, waar is die sok? Ik zou zweren op mijn stomme leven dat ik net een sok zag. Dan zal hij hierachter wel liggen. Was ik weer even aan het fantaseren. Ik weet zeker dat hier ergens een sok ligt in ieder geval. Huh? Heb ik hem nou al gepakt? Nee toch? Ik heb wel 5 sokken. Dit is moeilijk. Het is een moeilijke levenskeuze. Heb ik nou net serieus een sok gepakt zonder hem te weten? Whatever, ik ga wel lekker verder. Als... Oh nee, daar ligt er nog. Zie je dat? Zie je dat? Ja, ik zie hem ook. Ik ben niet gek! Oké, okay? Tof. Dank je. Gewoon nog een keer een checkpoint. Hier met die sok. Dank je. Dat was eventjes moeite. Maar dan heb je ook wat. Dan heb je een sok. Dus hier op het point. Ga ik dan mee verder? Of, Ja, dankjewel. Hier komt het irritante stukje met het hele dunne paadje waar je omhoog moet in een spiraal. Je wordt er echt misselijk van, gewoon. Om het te besturen. Het lijkt heel makkelijk, gewoon een beetje naar rechts stikken de hele tijd, maar... Het is heel moeilijk bij te houden, want op een gegeven moment word je er duizelig van. Omdat je die kleuren en... Ja, ik weet niet. Ik denk dat je het als kijker niet hebt, omdat je niet hoeft te focussen. Alleen voor mij, ik word er gewoon echt misselijk van. En dan val je iedere keer en dan moet je weer een stuk opnieuw doen. Dat is vet irritant. Oké, we gaan gewoon weer verder. Toen alsof er niks gebeurd is. Ja, ik word er echt misselijk van hiervan. Het is echt geen fijn gevoel. Wie heeft dit verzonnen? Wie heeft deze drugs gemaakt? Oké, ik ben weer een stukje hoger en het is voorbij. Woe! Wat een bevalling. Het was niet een daadwerkelijke bevalling. Ik ben namelijk een man en ik ga je nu wat leren, jongens. Mannen kunnen over het algemeen geen kinderen krijgen. In Amerika was wel een man en die was dan transseksueel, weet je. Dat was eerst een vrouw en die heeft zich om laten bouwen tot een man. En die bleek toen zwanger te zijn. En het is een foto van echt 2 van die kale bikers, weet je, echt mannelijke mannen. En die ene was dan dus zwanger. Dat is een apart verhaal. Namelijk wel grappig als ik een keer, hey, ik ben zwanger, oh, haha, baby's in me. Ja, dan zou ik echt gewoon, ja, weet je, ze weten wel wat er gebeurt als je veel rookt en je bent zwanger. En weet je, als je veel drinkt. Maar heroïnebaby's, daar weten we vast nog weinig vanaf. Dus ja, ik ben natuurlijk wel een man van de wetenschap, dus ik offer mijn baby wel op aan heroïne, hoor. Weet je, als we de mensen van het lab even wat gratis heroïne voor me regelen. Geen idee of heroïne duur is eigenlijk. Cocaïne is duur. En ze eindigen allebei op ine. Dan weet je alweer hoe het zit, hè. Al die gekke ines toch. Al die gekke ines. Weet je wat leuk is? Ine betekent dat het... Oh, what the fuck? Het woord ine houdt in dat het een eiwit is. Zoals heel veel dingen je eten eiwitten zijn. Eiwitten worden gemaakt door je lichaam. Dus misschien... Kun je DNA, dusdanig DNA, bepaalde maken van eiwitten. Het zou cool zijn als je DNA kan aanpassen, dat je lichaam uit zichzelf gewoon heroïne maakt. Het zou cool zijn als je gewoon een baby hebt, die uit zichzelf heroïne maakt. En dat je hem dan wel levend hebt, dat is wel handig. En dan, ja, dan moet je gewoon die baby iedere dag leegpompen met wat spuitjes. En heb je gratis heroïne. Zeg maar een heroïneboerderij. Geef toe, dat is wat iedere ouder wil, toch? Of ben ik nou gewoon een rare ouder, dat ik mijn kinderen graag als heroïneboerderij heb? Dan ben je een boerderij, is cool. Gratis heroïne is altijd handig, weet je. Je hoeft het niet eens zelf te gebruiken, je kan altijd nog doorverkopen. En ja, als het dan nog een aan je kinderen groeit. Weet je, geld groeit niet aan bomen. Maar heroïne groeit wel uit mijn baby. Denk daar maar eens over na. We gaan lekker weg uit Texas land. Because Texas is zuig. Nu gaan we weer naar iedereen's favoriete level. Octo's Droom. Die vet stom is. Dit stukje is wel stom in ieder geval. Oké, okay, nou, waar zou ik toch heen moeten? Oepsie doepsie. Oh! Wordt het wat? Wordt het wat? Oh, daar was hem al. Oké, tof. Oké, even kijken of ik nog bij die spatel kan komen. Ja, daar kan ik wel bij. Hey! Toet, toet. Yay, hahaha. Doet me denken aan toen ik in groep 7 zat. Groep 8. Ging met z'n allen fietsen. En dan was er een trucker en deed zo toet, toet. Dan ging je toeteren en dan was je toch fantastisch. Nee, dat was echt kut gewoon. Ik denk dat ik nog steeds jeugdtrauma's heb aan het toeteren. Ja, ja, toch wel. Heel veel hulp gehad ook, psychologisch. Ja, dat toeteren, weet je. Ik word nog steeds soms gewoon middernacht schreeuwend wakker met zweet op mijn billetjes. Als ik denk aan die dikke truckers die terug toeterden, ja. What are you doing in Squidward's dream? Ja, dat kan ik wel. Ook zo'n grote neus. Op een hoge noot. Oké. Wat? Oh, zo. Aspirine is natuurlijk voor als je hoofdpijn hebt. Dus hij zegt, maak Octo wakker.
Want dan is de droom voorbij en dan moet meneer Krabs niet meer naar die cupmuziek te luisteren. En zijn hoofdpijntabletjes waren bijna op, omdat hij naar cupmuziek moest luisteren. Rick's super fantastische grapuitlegverhalen, yay! En dit is de reden waarom grappen veel minder leuk zijn als je ze uit moet leggen. Het is levend bewijs. Niemand heeft gelachen. Zelfs ik niet. En ik lach vaak hoor. Ik vind die kunst die overhangt van Octo vind ik wel echt cool. Kijk dan wat een lelijke schilderijen. Niet dat ik beter kan schilderen hoor. Respect voor die Octo toch. Toch wel. At last. Nou, dit is iets moeilijker, want ja, als je nu te lang stil blijft staan, dan haal je het niet. Oh, ja, en als je val ook niet, schijnt. Wiskundige berekeningen tonen aan dat doodgaan niet goed helpt bij leven. Doodgaan en leven zijn niet elkanders beste vrienden, zoals eerst gedacht. Ik spaak mij graag een double jump, ik weet niet, dat geeft me gewoon een goed gevoel. Ze vangen is mijn opdracht. Ze trainen is mijn doel. Het is nu echt de hoogste tijd om te laten zien dat ik klaar ben voor de strijd. En ik tel tot 10. Ik ben een geboren winnaar. Johto. Ik ben een geboren kampioen. Ik ben een geboren winnaar, geboren om iets goeds te doen. Pokémon, Johto. Ik ben een geboren winnaar, Pokémon. Ja, pff, hè? Pokémon. Woo, yay, dit is vet leuk. Vet leukig dit. Dit is zo leuk. Ik zou hier mijn baan voor opzeggen, omdat het zo leuk is. Zit hier wel een checkpoint, toch? Even normaal. Oké, ik denk dat we er al redelijk zijn. Nou ja, niet, we zijn er nog niet, weet je. Als je kijkt zo van, hey, het einde waar ik me nu bevind. Hey, dat is niet hetzelfde plekje, we zijn er nog niet. Als je die logica vast wil houden, doe maar. Je leeft in een droomwereld die niet echt is, maar dat mag. Maar heb je er niet mee, weet je wel. Nou, oké, deze irritante nootjes. Het gaat goed in ieder geval, ik leef nog. Oh nee! Nee, daar kan ik niks aan doen. Daar kan ik gewoon niks aan doen. Dan moet ik weer een stukje opnieuw doen. En dat is verschrikkelijk. Dat doe je zelfs je aardsvijand Bertha niks aan. En Bertha is serieus een soort van aardsvijand voor mij. Ik had namelijk in groep 5 had ik een juffrouw die heette Bertha. En die mocht ik echt totaal niet. Ik was een hele lieve jongen. Alleen Bertha was gewoon vet gemeen. Echt heel gemeen die Bertha. Juf Bertha. De duivel op hakken noemde ik die altijd. Ja, misschien was ze de gemeenheid van twee kanten. Omdat ze zo gemeen was. Heb je daar wel eens over nagedacht, Bertha? Hè? Bertha. Fucking Bertha. Waar is mijn checkpoint? Ik eis minimaal een checkpoint. Ik heb net een moeilijk stukje van mijn leven gehaald. Oeh, wil je net zeggen? Ga me nou laten vallen? Don't you let me down. Heel in down, beneden. Don't you let me down vallen. Hier is een checkpoint, denk ik. Oeh, ik leef nog. Oké, volgens Maan is dit het einde van de hele moeilijke obstakelbaan. Nee, echt waar. Het is gewoon geen grapje. Gewoon... Hoe kom ik daar? Letterlijk en figuurlijk. Geen idee hoe dat figuurlijk kon zijn, maar ik wil gewoon weten hoe ik daar kom. En dan ben ik er en dan, ja, leuk. Wat? Kijk mensen, het zit zo. Je moet gewoon niet te veel luisteren. Als ik iets zeg, moet je niet proberen te begrijpen wat ik zeg. Je kan één van de twee doen. Je kan luisteren naar wat ik zeg, of je kan proberen te begrijpen. Als je beide tegelijk doet, doe het gewoon niet. Weet je... Ik kan het blijven herhalen, iedere video. Alleen, het zou tof zijn als jullie gewoon één keer begrepen dat ik doe maar wat. Ik doe maar wat, jongens. Ik ben geen man met een plan. Ik ben een man met een doedelzak. En een hele grote neus. Octo, waarom heb jij rode pupillen? Ik denk dat Octo toch wel een vampier is, op lange termijn. Opeens, midden in Twilight, Octo. Ja, kan haast niet anders. Oké, cool, we gaan weer naar het begin. Als dit ding werkt, hoop maar. Ja, ik heb hem geopend. Octo heeft, ja, overal rode pupillen eigenlijk. Dat valt me nu in één keer pas op. Is dit in de serie ook zo? Durf ik geen uitspraak over te doen. Oh, sorry. Het was een valstrik. Heel leuk, bas, boom, doos. Ah, nee, jammer. Schade. Nee, oh, nee, ja, auw. Zoiets. Is niet zo moeilijk. Oh, de volgende is meneer Krabs. Ik had eigenlijk gehoopt dat de volgende persoon Octi was. Octi de Octo. Hoppakee. Kom op, Rick, je kan het. Yes. Super mega glitch. Oké, deze man om de hoek moet even dood. Wat een hele goede strategie. Ik kan ook naar hem toe. Heb ik al een checkpoint hier dat ik hier ben, zeg maar. Oh, dat vind ik wel fijn, ja. Voor 1000 kan ik even door naar Patrick. Dan kunnen we dadelijk even de video afsluiten. Want met meneer Krabs gaan we wel lukken, natuurlijk. Level is haalbaar, alleen... Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja, oké, okay, nee. Oké, ik sluip al. Ik wou niet wel geen zin om te sluipen. Het duurt zo lang. Rustig, Rick. Sluip. Een bocht sluipen is best moeilijk. Werkt dit ook?
Ja. Oké, komt ie. Sterf, hoer. Ik kan me herinneren dat er niks op het dak lag, maar je kan er wel op. Goed genoeg. Ik ben goed. Ik ben op het dak. Hey, kijk, misschien zit daar wat in of zo. Nee. Nee, het is gewoon een grapje. Oh ja, dit is nog wel leuk. Ik kan me nog herinneren van een zekere video. Gewoon echt alle kanten opspringen in de hoop dat je het haalt. Erg succes. Oh ja, dan moet er wel al je levens op zijn. Kom op. Kom op. Kom naar boven. Kom naar beneden. Kom op. Het ging best goed. Weet je, die stekels denk je, oeh, dat mag je niet bestaan. Instant kill. Nee joh. Helemaal niks. Instant kill. Helemaal niet eens. Oh ja, oké. Okay. Dat zijn gewoon rare bindingshoeken. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik bedank voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering. Avonturen in de Kokante Krab. Avonturen overal eigenlijk. Gewoon in het algemeen. Dat is een gek gezichtje betrekken, SpongeBob. Tot de volgende aflevering. Hoeveel sterretjes moet ik eigenlijk nog? Ja, precies. Het zijn er maar. Dat is die daar. Die zie je daar aan de verte. Daar zo. Dan heb je nog eentje Patrick en eentje meneer Krabs. Oftewel, halverwege de volgende video zijn we wel klaar met deze wereld. En dan gaan we naar de laatste plek. Kelp, Forest. En dan gaan we naar de eindbaas. Game uitgespeeld. Pam, pam, pam. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering, SpongeBob. Subscribe en bij de Bikini Bottom. Doei!